security controle in de gebieden 2 en 3 vindt plaats aan de gate. We zien hier een opstelling waar dat gebeurt. Dat ging tot voor kort vrij goed. Alleen vliegtuigen worden steeds groter, er kunnen steeds meer passagiers in. De gate zelf wordt niet groter, daarom duurt het proces langer. Het wordt dus steeds moeilijker om vliegtuigen op tijd te laten vertrekken. Dus voor het comfort van de reiziger is het belangrijk dat we de security centraal maken. In vertrekhal 2 kan de ruimte die voor de centrale securitycontrole nodig is, worden gerealiseerd met behulp van een tussenvloer of mezzanine. In vertrekhal 3 is geen ruimte om een centrale securityfilter te realiseren. Daarom wordt hier een extra verdieping gebouwd boven de check-in balies. We gaan de security in de vertrekhallen 2 en 3 ook centraal maken. We staan hier in de vertrekhal 1. Hier hebben we al centrale security, omdat in dat winkelgebied passagiers die aankomen eenzelfde controle hebben gehad als wij ze hier geven, namelijk één volgens de Europese regels. Er zijn ook aankomende passagiers die een securitycontrole van een lager niveau hebben gehad, op de luchthaven van vertrek. Ze mogen niet in aanraking komen met de vertrekkende passagiers die wel op juiste wijze zijn gecontroleerd. Door een extra verdieping te bouwen op de pieren kunnen voor deze passagiers aparte routes naar de bagagereclaimhal en de aankomsthal worden gecreëerd. Er wordt op een pier als deze een hele verdieping bovenop gebouwd, zodat de reiziger buiten Europa daar aan kan komen. Het wordt een langere periode van verbouwing, maar we proberen het op een zodanige manier te doen dat de reiziger er zo min mogelijk hinder van ondervindt.